vermenigvuldigen, moet je haar eerst delen. Is dat Archimedes? Of was dat Johan Cruijff? Epicurus of Pythagoras? Is het A? Is het B? Is dat ding aan T? Of denken jullie dat het in India was? Thank you.
stap voor stap de aarde gaan meten. En het was echt gereed. Ja. Ja. Ik kan er niets aan doen. Dat zal toch wel anders zijn? Dit is het bloemenduet. Ja, ik weet niet of het je dan iets zegt. Het komt uit Lac Mee. De ogen van de kwaal. Elke gymnasiast die het verhaal van Juno en Io en Io die waken kregen en die waken werd vermoord. En zijn ogen werden toen op de kwaal gezet en hoe heet die bewaker? Argus. En welke redenering was dit nou? Ad hominem, nou ja, ik hoef het niet allemaal door te nemen. Cum hoc ergo proctor betekent met dit en daarom wegens dit. Dus hij zegt met die banaan, doe ik in mijn oor, daarom zijn er geen krokodillen. Dus hij verbindt die twee aan elkaar terwijl ze niets met elkaar te maken hebben. Dus een cum hoc ergo proctor redenering. Ja. Wij gaan even wachten op...